Dit is het Weerjournaal van dinsdag 17 juni met vandaag. Startproject La Cour Bleu. En complimenten voor Weerterscholen. Dames en heren, een heel goede avond. Vandaag ging de eerste paal de grond in van het nieuwe bouwproject La Cour Bleu naast het gemeentehuis van Weert. Daarmee is de bouw van het project officieel begonnen. De bouw is dan eindelijk van start gegaan van het complex met de naam La Cour Bleu. La Cour refereert aan de parkachtige binnenplaats van het complex. En Bleu is een verwijzing naar al het blauw wat hier voorheen was gevestigd, zoals de marechaussee, belastingkantoor en industriebond. Op de begane grond worden commerciële ruimte gerealiseerd en daarboven 36 appartementen. BAM Woningbouw heeft een overeenkomst gesloten met Wonen Limburg. Dat betekent dat BAM de appartementen bouwt en dat Wonen Limburg ze in bezit krijgt en verhuurt. De bouw verloopt in 3 fases. De verwachting is dat de bouw van fase 1 voor de zomer van 2015 opgeleverd zal worden. Onmiddellijk na het afronden van de eerste bouwfase zijn fase 2 en 3 aan de beurt. Fase 2 omvat de bouw van de prominente en luxe woontoren en startersappartementen. En tijdens de laatste fase worden zo'n 10 grondgebonden woningen gebouwd. Wilt u meer weten over het project? Bezoek dan de open dagen op 28 en 29 juni van het gemeentehuis. En bezoek de stand van La Cour Bleu. In de laatste vergadering voor het zomerreces zal de gemeenteraad van Nederweert zich buigen over het omdraaien van de rijrichting in de Kerkstraat. Uit een onderzoek, op verzoek van met name de ondernemers, is gebleken dat de huidige rijrichting een negatieve invloed heeft op de bezoekers. En de ondernemers die merken dat in hun omzet. De laatste raadsvergadering is gepland op 8 juli. Er is veel veranderd in de kern van Nederweert. Het veranderen van de verkeersstromen is een onderdeel van het masterplan voor het centrum van Nederweert en Budschop. In 2013 is de rijrichting in de Kerkstraat en Brugstraat gewijzigd. Omdat er veel kritiek kwam van burgers en ondernemers, heeft de gemeente de veranderingen in de kern bestudeerd. Niet alleen de rijrichting is onder de loep genomen, maar ook het parkeren. De eerste evaluatie die is uitgevoerd richtte zich op een verband tussen de gekozen rijrichtingen en de mogelijke effecten hiervan op ondernemingen. Bij het onderzoek zijn naast ondernemers en horeca ook bewoners, hulpdiensten en Veilig Verkeer Nederland betrokken. Met een werkgroep had ook de gemeenteraad een stem hierin. Uit de eerste resultaten blijkt dat de rijrichting voor de Brugstraat goed heeft uitgepakt, maar die van de Kerkstraat zou omgedraaid moeten worden. De gemeente gaat de raad nu voorstellen om de rijrichting in de Kerkstraat om te draaien. En het voorstel zal in de raadsvergadering van 8 juli worden behandeld. Een tweede evaluatie zal zich richten op het verdwijnen van de verkeerscapaciteit uit de Kerkstraat en is gepland een jaar na afronding van de huidige herinrichtingswerkzaamheden. De 3 scholen in het voortgezet onderwijs in Weert doen het goed. Het college en het kwadrant kregen complimenten van de onderwijsinspectie. En de Philips van Hoornen kreeg onlangs het predicaat technasium. Scholengemeenschap Philips van Hoornen mag zich officieel technasiumschool noemen. Leerlingen kunnen op HAVO-niveau kiezen voor een richting in wetenschap en technologie. Het college start in 2009 met het technasium. De eerste leerlingen deden dit jaar eindexamen. Na de zomervakantie kunnen op de Philips van Hoornen de eerste leerlingen starten op het technasium. De brugklas dient als oriëntatiejaar en na dit jaar kunnen leerlingen definitief kiezen voor de technasiumstroom. Het kwadrant haalde het basisarrangement praktijkonderwijs. En dat is het hoogst haalbare. De inspectie deelde nogal wat complimenten uit voor het pedagogisch klimaat. Leerlingen voelen zich veilig, de band is goed en er wordt bijna niet gepest. Voor de teamspirit. Het team is hecht met een enorme ontwikkeldrang en alle leden van het praktijkteam zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het kwadrant is bijzonder trots op het oordeel van de inspectie. En dan het college. Ook zij kregen een compliment van de onderwijsinspectie. Er werd een themaonderzoek uitgevoerd naar excellentie en een regulier kwaliteitsonderzoek. De sfeer op school, de openheid en de kwaliteitszorg werden allemaal als bijzonder goed beoordeeld. Boven gemiddeld zelfs. De wijze waarop de school met excellentie omgaat is volgens de inspectie een voorbeeld voor andere scholen.
Excellentie wil zeggen dat kinderen met grote talenten de kans moeten krijgen om te excelleren. De inspectie stelde zichzelf de vraag: zou ik hier zelf willen werken en zou ik mijn kinderen naar deze school sturen? Beide criteria werden met een volmondig ja beantwoord. Een groter compliment kan het college niet krijgen. En met deze positieve beoordelingen bewijzen de scholen in Weert op de goede weg te zitten en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Zo'n 2000 leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan deze week naar het Muntheater. De voorstelling Dali, of Hoe word ik beroemd, wordt dan aangeboden door Provisus. Beroemd worden, wie wil dat nou niet? In een fantasierijke en humoristische muziektheatervoorstelling maken de leerlingen van groep 7 en 8 van de Weerter basisscholen kennis met de bijzondere kunstenaar Salvador Dali. Hij wordt gespeeld door René Groothof. De voorstelling is onderdeel van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad en wordt aangeboden door het educatiefonds Provisus, dat hiermee haar 40-jarig bestaan viert. Provisus ondersteunt projecten voor beroepsopleidingen in de regio en wil dat jongeren een goede beroepsopleiding kunnen volgen en na hun afstuderen behouden blijven voor de regio. In de voorstelling Dali of Hoe word ik beroemd komen de balans en het verschil tussen private en publieke identiteit aan bod. Daarin spelen de sociale media een belangrijke rol. Voorafgaand aan het theaterbezoek verzorgde Rick in de maanden april en mei ook nog workshops, 3D-printen en het ontwerpen van een eigen herinneringskastje op de scholen zelf. Zo kwamen de leerlingen op een speelse manier in aanraking met de technische kant van de voorstelling. En een meer uitgebreide reportage over de voorstelling van Dali ziet u aanstaande maandag in het consumentenitem van het Muntheater. Ja, tot zover deze journaalberichten. Dan is het nu tijd voor een nieuwe aflevering van Weet Ie 't Vlugtje. VVD'er Ad Balemans legde 10 jaar geleden zijn functie als wethouder neer. Hij deed dat aan het begin van de raadsvergadering. Balemans lag de voorgaande weken zwaar onder vuur naar aanleiding van aanwijzingen over seksuele misstanden bij de rissenbedrijven. In een verklaring lichtte hij zijn aftreden toe. In zijn betoog kreeg de media een veeg uit de pan en had hij geen goed woord over de slechte verhoudingen tussen hem en een deel van de gemeenteraad. De directie van de rissenbedrijven zette een dag later een voorman van de afdeling poedercoating op non-actief. Hij maakte deel uit van de afdeling waar een onderzoek gaande was naar seksuele intimidatie en misbruik. Een onderzoek werd vervolgens ingesteld, waarbij de totale organisatie zou worden doorgelicht. De zaak zou later dat jaar ook nog de kop kosten van directeur Kuhl van de sociale werkplaats. Daarmee kwam de sfeer bij de rissen in een rustiger vaarwater. En voor onze consumentenvoorlichting gaan we vandaag naar het Rugcentrum. En in deze aflevering aandacht voor nek- en rugklachten bij kinderen en ouderen. Dag dames en heren. Voor deze uitzending gaan we een kijkje nemen binnen de muren van het Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek hier aan de Nassolaan in Weert. We laten nu zien welke veel voorkomende klachten behandeld kunnen worden door een chiropractor. En bovendien krijgt u een heel goed beeld van het behandeltraject binnen dit centrum. Er komt hierbij van alles aan bod, dus blijft u kijken. Dokter Van Beest, in dit item gaan we het eigenlijk hebben over van hele jonge kinderen naar ouderen. Want eigenlijk kan iedereen in het rugcentrum terecht. Alhoewel dat je misschien niet bij jongere kinderen verwacht dat zij al naar een rugcentrum moeten. Maar met wat voor klachten komen kinderen hier? Ja, kinderen komen met eigenlijk allerlei klachten. Je kan eigenlijk beginnen met het geboorteproces. We behandelen in de praktijk toch ook huilbaby's. Als een baby geboren wordt, als hij door de geboortekanaal heen komt, is de druk op de hoofd van een baby zo'n 20 tot 25 kilo. En wat je merkt dat met sommige baby's, die hebben daar last van. En je ziet daar veelal voorkeurshoudingen van de hoofd. Dus dat wil zeggen dat de baby altijd de hoofd naar één kant toe houdt.
Begin aan de nek te palperen, beginnen ze al te piepen. Het komt vaak door een blokkade in de nek. Door specifieke correcties te maken, kunnen wij die blokkade ook opheffen. Wat je heel vaak ziet, wat gepaard gaat met die blokkade, is dat er ook de darmen worden beïnvloed, waardoor de baby ook krampen krijgt. Nou, door het herstellen van de zenuwtoevoer naar de darmen, herstel je ook de functie van die darmen, waardoor de baby minder krampen krijgt. En als kinderen opgroeien, is het erg belangrijk dat het wervelkom mooi recht blijft groeien. Dan moet je denken ook aan kinderen bijvoorbeeld met scoliose, dat is een zijwaarts kromming van het wervelkolom. Als wij een kind onderzoeken, we kijken erg zijn de bekken op gelijk niveau. Kan de wervelkolom even bijpakken. Ja, hier zie je de wervelkolom. Normaal gesproken moet dat wervelkolom eigenlijk mooi recht zijn. Maar is bijvoorbeeld de linkerbeen korter, dan krijg je als het kind staat een scheefstand van de bekken. Waardoor de wervelkolom euvelhuppelt naar de linkerkant toe. En dan compenseert hij tussen de schouderbladen in. Waardoor je dan een scheefgroei krijgt van het wervelkolom. Nou, indien bijvoorbeeld de linkerbeen korter zou zijn, kunnen wij dat door opheffen door middel van een verhoging brengen in de schoen van het kind. Dat de bekken weer gelijk zijn, zodat de wervelkolom mooi recht kan blijven groeien. En wat zijn oorzaken waardoor grotere kinderen bepaalde klachten kunnen krijgen? Nou, in principe wat ik hier al zei, is het ontwikkeling van het wervelkolom. Vaak al het scheefgroeien van de wervelkolom. En dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan middelbare scholieren. Als ze een schooltas dragen, als het altijd alleen maar over de rechter schouder zou zijn, dan hebben ze een neiging om die scheefstand te krijgen. Dus dan krijg je in feite weer, door die schoudertas bijvoorbeeld altijd alleen rechts te dragen, dan krijg je een overhobeling van dat wervelkolom naar de rechterkant toe. En dan trekt de nek zich weer terug. Daardoor krijg je een scheefgroei van het wervelkolom en waardoor de druk komt op de zenuwcomplexen. En dat geeft heel vaak klachten van de nek, hoofdpijnklachten, dat soort problemen. En dat is toch met chiropractie weer goed te behandelen. Ja, hoe vroeger je bepaalde klachten behandelt, hoe minder de kans op de latere leeftijd de klachten zijn. Ik noem maar iets, een artrose is toch iets wat veel voorkomt onder met name ouderen? Jazeker. Ik zal het door middel van deze voorbeelden laten zien. Hier heb je nou een gezonde wervelkolom met een gezonde tussenwervelschijf. Hier zie je twee wervels waar je ziet wat haakvormingen van de wervels. En dat is eigenlijk wat we noemen dan artrose. De gewricht door het overbelasting over de jaren heen is eigenlijk beschadigd geraakt. En daardoor krijg je een soort kalkafzetting. En die kalkafzetting dat zorgt dat de bewegingsvrijheid van die gewricht minder wordt. De patiënt ervaart dat door het feit dat de bewegingsvrijheid wordt minder. De zenuwcomplexen komen daardoor ook eerder onder druk. Waardoor de oude patiënt, ja, die heeft last van stijfheid, maar vaak ook last van pijn. Als ze nekklachten bijvoorbeeld, pijn met uitstraling naar de schouders of naar de arm. En lage rugpijn vaker ook met uitstraling naar de bil of naar de been toe. Hoe, op wat voor manier kunt u artrose bij deze mensen verlichten? Nou, door de manipulaties dat wij geven, zorgen we dat de bewegingsvrijheid van die gewrichten weer optimaliseert. We kunnen het natuurlijk niet nieuw maken, we kunnen de patiënt niet meer 18 maken. Maar we kunnen wel zorgen dat het zo optimaal mogelijk wordt. Dus daardoor is die gewricht soepeler, waardoor de patiënt minder stijfheidsklachten heeft en minder pijn. Ja. Hoe ziet een behandeltraject zowel voor een kind als een ouder persoon uit binnen het rugcentrum? De eerste keer dat de kind of ouder naar de praktijk komt, indien er al beeldmateriaal aanwezig is, dus bijvoorbeeld MRI's of röntgenfoto's, zullen we die altijd opvragen in het ziekenhuis. Indien die niet aanwezig zijn, kunnen we eventueel een scan maken. Nou, met kinderen doe je dat meestal niet. Alleen in extreme situaties kunnen we eventueel een scan maken. Maar met ouderen is dat zeker van belang. Dan krijg je een mooi compleet beeld van het wervelkolom. Kun je ook zien waar de plekken van waar die artrose aanwezig is. Als de scan gemaakt is, dan doen wij een lichamelijk onderzoek. Waaronder een orthopedisch gedeelte en een neurologisch gedeelte. En met dat informatie samen kom je tot een diagnose en dan kun je beginnen met een behandeling. Is voor dit traject een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk? Nee, een verwijskaart van de huisarts is niet noodzakelijk. De verzekeringen eisen dat wij lid zijn van het Nederlandse Chiropractoren Associatie. En daar zijn we lid van. En heeft u als laatste nog een algemene tip voor ons? Jazeker. Een belangrijk aspect voor nekklachten en rugklachten is beweging en goed beweging. Hoe ouder je wordt,
hoe belangrijker het wordt om te bewegen. De oude patiënt heeft zeker in de wintermaanden een neiging om veel meer binnenhuis te blijven, veel meer te zitten. En daardoor verstijft het lichaam ook veel meer. Dus het is belangrijk om toch iedere dag naar buiten te gaan, probeer een blokje om te wandelen en juist die bewegingsvrijheid te stimuleren. Als je zorgt dat je goed beweegt, dan zorg je dat die gewrichten en die tussenwervelschijf, dat je die pompt, waardoor meer vloeistof in komt. En op die manier hou je ze ook gezonder. Ook last van rug- en nekklachten? Dan staat het Chiropractisch Centrum met een team met 25 jaar ervaring voor u klaar. Wij nemen uw klachten serieus en zoeken naar de oorzaak van uw probleem. Onze behandelingen worden door de meeste verzekeraars vergoed. Meer info op www.rugcentrum.nl. Jeffrey, we staan hier in de wijk Geend, op de hoek Sutjesstraat, Victor de Stuurstraat, de eerste locatie voor dit bijzondere project. Wat maakt dit project zo speciaal? Ja, naast de goede locatie waar we hier staan, tegenover de brede school in Geend, is vooral dat BAM woningbouw de woonconsument hier echt centraal stelt in deze projecten. Het zijn unieke projecten voor Weert, omdat de woonconsument hier echt zelf zijn eigen woning helemaal kan gaan samenstellen. En zelfs helemaal tot aan het interieur helemaal zelf kan inrichten. Ja, dus het is een hele andere weg die BAM daarmee inslaat. Waarom wordt die keuze nu gemaakt? BAM is een aantal jaren geleden begonnen met onderzoek. Wat vindt de woonconsument nu echt belangrijk? Er zijn uiteindelijk 4000 mensen geïnterviewd. Uit die interviews is gebleken dat mensen het heel erg belangrijk vinden dat ze ook hun woning afgewerkt krijgen. En niet zoals we in het verleden vaak deden, behang klaar. Dus dat je nog vervolgens 6 weken zelf moet klussen. Maar helemaal compleet afgewerkt. En daarnaast hebben die onderzoeken ook uitgewezen dat er bepaalde architectuurstijlen zijn waar consumenten echt de voorkeur voor hebben. Daar zijn uiteindelijk 3 stijlen geworden, jaren 30, Oud-Holland en modern. En met die 3 stijlen bedek je 90% van de woonconsumenten in Nederland naar hun voorkeurstijl. En wat komt hier op Geend? Hier op Geend hebben we gekozen voor Oud-Holland. Dat is samen met de stedenbouwkundigen van de gemeente bepaald. Ja, dat heeft te maken met de diversiteit die ook hier in de wijk zit. Dat zie je ook terugkomen in de Oud-Hollandse stijl. Waardoor dat iedere woning eigenlijk uniek is. Dus iedere woning heeft zijn eigen identiteit. Ondanks dat het blokjes zijn, zie je toch duidelijk van hey, die woning, die is van mij. En je noemde net al de scholen. Wat maakt deze locatie nog meer bijzonder hier op Geend? Ja, de voorzieningen dicht bij de stad. Hè. Je bent zo in de stad, binnen een paar minuten. Het station natuurlijk op loopafstand. En verder de supermarkt ligt dichtbij. Het zwembad en de ringbaan is natuurlijk dichtbij. Waardoor je zo via de ringbaan richting A2 en alle uitvalswegen bent. Naast deze plek op Geend hebben jullie nog een tweede locatie voor dit bijzondere project. Waar is dat? De tweede locatie die is op Vrouwenhof. Een jonge wijk met vele jonge gezinnen in het groen. We kunnen wel even een kijkje gaan nemen. Ga je mee? Gaan we naartoe. Jeffrey, hier is de tweede locatie op Vrouwenhof. Leukerstraat samen met Heuvelweg. Wat gaat hier gerealiseerd worden? Ja, hier komt ook een van de 2 projecten. In de wijk Vrouwenhof. Nieuwbouwwijk. Veel voorzieningen in de buurt. Het winkelcentrum Leuke ligt vlakbij. Je bent natuurlijk ook weer dicht bij de stad, dicht bij de randweg, die ligt hiervoor op de hoek. Daarnaast zijn de sportvelden gerealiseerd, recent nieuwe sportvelden. En basisonderwijs is in de buurt, allerlei voorzieningen. En het mooiste van alles is, je loopt hier ook nog zo het buitengebied in. Dus een hele mooie wijk om te gaan wonen. We hebben hier gekozen voor de jaren 30 stijl. Dat sluit meer aan bij de rest van Vrouwenhof. Hebben we samen met de stedenbouwkundig supervisor van de gemeente hebben we daarvoor gekozen. En uiteindelijk is wat u achter ziet, wordt dit het project. Natuurlijk vinden we het belangrijk als BAM om aandacht te besteden aan het exterieur.
Maar wat vaak veel belangrijker voor de klant is, is wat gebeurt er in de woning. Hoe ga ik dadelijk wonen en wat is die woonbeleving? En daarvoor wil ik graag Nanneke Smeet, onze woonadviseur, even aan het woord laten. Nanneke, je bent woonadviseur bij de beide projecten. De projecten werken samen met het concept Victor en Wonen. Wat houdt dat in? Victor en Wonen is een uniek concept waarbij we samenwerking hebben gezocht met Victor Meeuwissen, dat is interieurdesigner, trouwens ook afkomstig uit Limburg. Hij heeft samen met BAM Woningbouw Landelijk een aantal interieurstijlen ontwikkeld en een aantal leefwijzen. Waarbij mensen eigenlijk een woning helemaal uniek kunnen samenstellen. Dus achter iedere voordeur schuilt eigenlijk een andere indeling. En dat is het mooie van Victor en Wonen. Ja, welke rol speel jij daar dan in met de koper? Ik ga samen met niet alleen de koper, maar ook geïnteresseerden kijken wat het beste bij hun situatie past, thuissituatie. Een gezin met drie kinderen heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan extra slaapkamers of ruime slaapkamers op de zolderindeling dan bijvoorbeeld een gezin met wat oudere mensen die de kinderen uit huis hebben. Die willen misschien wel een grote badkamer en een leuke inloopkast. En dat zijn een van de vele mogelijkheden die we dan bekijken samen. Maar dat is ook al mogelijk online te doen via onze websites van de projecten. Woneninvrouwenhof.nl en www.thuisinweert.nl. Dus als ik het goed begrijp, dan kunnen mensen kiezen uit verschillende leefwijzen en woonsferen. Ja, dat klopt helemaal. Leefwijzen zijn de wijze waarop mensen wonen, dus de samenstelling van het gezin of wat hun belangrijk vinden. Een voorbeeld daarvan is, je hebt bijvoorbeeld keuze op samen zijn. Als je heel erg een gezin hebt die wil toch dicht bij elkaar zijn. Nou, de een heeft de iPad op de bank, de ander is met de spelcomputer bezig en moeder zit een boekje te lezen. Dan ben je allemaal samen, dat is een indeling bijvoorbeeld. Maar ook culinair, als je van koken houdt, nou, dan hebben we de mogelijkheid om een hele groot kookeiland te plaatsen. En dan verhuist de woonkamergedeelte naar voren, zeg maar, je knusse tv-hoek krijgt. En zo zijn er heel veel mogelijkheden over de leefwijze te vinden. De woonsferen daarentegen, dat zijn de echte afwerkingen van de woningen. Dus de wandafwerkingen, de vloerafwerkingen, kleurtjes, het deurkrukje, de type deuren. Compleet binnen vijf woonsferen, zodat ieder zichzelf in een woonsfeer herkent. En Victor daarvoor heeft ons al het voorwerk gedaan, zodat je de tijd hebt om leuke dingen te doen. Zodat alles bij elkaar matcht. En, ja, dat kun je eigenlijk allemaal al op de site vinden. En dat vertelt Victor zelf ook over de leefwijze en de woonsfeer. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje. Ik ben de Victor achter Victor en Wonen. Ik ben interieurontwerper en ik heb de leefwijze ontwikkeld en de woonsferen samengesteld. Hierdoor kunnen klanten zelf hun droomhuis samenstellen. Ik help kopers met het bepalen welke leefwijze het beste past bij hun manier van leven. Ook help ik ze met de keuzes binnen de woonsfeer, zodat hun huis is afgestemd op hun smaak en de meubels die ze zullen meenemen. Bij de leefwijze kies je per verdieping voor de indeling die past bij jouw manier van leven. Als je bijvoorbeeld houdt van koken en eten met vrienden, kies dan voor leefwijze culinair. Dan plaatsen we de keuken achter in de woning bij de schuifbui. Bij de woonsfeerpakketten maak je vooraf individuele keuzes betreffende vloeren, deuren, werkbladen, handgrepen en tegels. Daardoor krijg je je woning woonklaar opgeleverd. De woonwensen van onze klanten zijn het uitgangspunt geweest bij het samenstellen van de BAM Wooncollectie en Victor aan Wonen. We hebben ons steeds ingeleefd in waar dromen mensen van en hoe kunnen we hun leven thuis makkelijker maken. Dat hebben we vertaald in functionele, betaalbare oplossingen, verkrijgbaar als woonsfeer en leefwijze. Onze wereld vraagt om inspiratie, betaalbare kwaliteit, functionaliteit en personalisering. Dat zit allemaal in de BAM Wooncollectie. Ja, Nanneke, het is dus eigenlijk een uniek concept. Maar wat is nou het voordeel voor de klant? Nou, het
ultieme voordeel is dat mensen worden compleet ontzorgd. Kostbare vrije tijd gaat niet verloren aan bezoeken aan de bouwmarkt, avondklussen, je in het zweet werken. Dat wordt allemaal voor je gedaan met Victor aan wonen. Dus je houdt tijd over om leuke dingen te doen. Je kunt meteen beginnen met de inrichting van je huis. Dus ja, en dat doet nog verder niemand. Ja, de sites geven dus heel veel informatie van Victor zelf al over de woonsferen en leefstijlen. Wat biedt de site nog meer? Nou, wat ik zelf het leukste vind is dat de site helemaal open en transparant is. Alles is te vinden aan informatie over de wijk, over de kabels, de grootte, de prijzen. Ook alle prijzen van leefwijzers. Maar daarnaast heb je een 360 graden tool, een inspiratietool. Waarbij je dus via de website, via de kopje woningen, kun je je eigen woning samenstellen. En dan zie je dus in een 3D animatie kun je in de woonkamer zeg maar rondlopen en je eigen woning samenstellen en delen met je vrienden. Wilt u zelf kennis maken met Victor? Dat kan. Wij houden 2 manifestaties waarbij u de mogelijkheid heeft om een speeddate aan te gaan. Voor het project thuisinweert.nl ontvangen wij u graag aanstaande donderdag 19 juni in het Keenter Hart. Vanaf 5 tot 9 uur hebben wij vrije inloop. De tweede manifestatie voor Wonen in Vrouwenhof is op donderdag 26 juni van 5 tot 9 in cafézaal Jonas. Ik zie u graag.